Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. I can't stand accused, beste mensen. Wij leven in het coronatijdperk, wat je ook zegt, wat er ook gebeurt. Het is gewoon een feit. Overal houden rekening mee, mensen rekenen mee. Zaken die stuk gaan, bedrijven die ook failliet gaan in Nederland nu. En ik heb contacten met Ricky Stuttgart. Hij is voedsel en waar autoriteit in Suriname. Op dat gebied is hij autoriteit. Ik wil weten wat met corona. Het in Suriname wordt het COVID-19 genoemd. Hoe gaat het met COVID-19 in Suriname? Oh, het gaat er al een beetje rommelig aan toe. Ik denk dus dat de overheid waarschijnlijk doet wel zijn best om dagelijks een voorlichting te geven. Er is een crisisteam. Maar wanneer je dus kijkt dus naar wat er eigenlijk allemaal gebeurt, daar komt het rommelig over. We hebben ingezeten in het buitenland en die moeten dus terug naar huis en zo'n 2 dagen terug is er een groep gekomen en het zorghotel was een van de plekken waar ze in quarantaine zouden moeten verblijven, maar wat bleek dus dat een aantal van ze dus niet op de hoogte waren dat ze op vertrek stonden, ondanks het feit dus dat ze dus regelmatig gebeld hebben en naar het consulaat van Amerika. En als ze dus zelf een biezen pakken en maar zelf naar vlieghaven gaan, dan blijkt bijvoorbeeld dat die mevrouw en haar 2 kinderen zijn wel geregistreerd, maar die man niet. En dus je moet je voorstellen, waren ze niet gegaan, dan wisten ze niet dat ze in het schip in een vliegtuig moesten zijn. Aangekomen in Suriname bleek dus dat ze in het zorghotel moeten zijn, worden daar gebracht na uren zonder eten. Blijkt dus dat er geen toiletten zijn, toiletpapier is. Blijkt dat er geen baddoeken zijn. Dan heb je ook dus nog dus dat een drainage van het toilet functioneert niet. Een beetje heel rommelig is dat allemaal aan toegegaan. Op een bepaald moment, en dat is dus waarschijnlijk gisteravond gebeurd, heeft het crisisteam aangegeven dat de mensen naar huis moeten gaan, kunnen gaan. Dus thuis een quarantaine. Maar mensen kennende, en als je dus kijkt wat er hier gebeurt met die supermarkt, waren 200 mensen vechten om spullen te kopen, een potentiële contaminatiebron, dan is het moeilijk te verwachten dat al die ingezetenen die terug naar huis zijn gegaan, in werkelijk in die thuisquarantaine zal blijven. Gisteren bijvoorbeeld heeft de politie een huwelijk moeten stoppen, omdat die mensen dus niet geluisterd hebben, dus dat ze liever het contact met veel mensen zoveel mogelijk moeten vermijden. Men is koppig. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje de situatie. Er zijn 5 mensen geïdentificeerd, het is bevestigd dat ze het hebben. En 4 van ze heb je eigenlijk een link met Nederland. Ik heb begrepen dus dat 2 vanuit Nederland gekomen zijn en die 2 hebben weer 2 besmet. En de 5e komt vanuit Amerika, Miami. Dus dat is de stand van zaken, maar ik wil erop wijzen dat het zijn bevestigde gevallen. Ja. Zoals in Nederland alle grieppatiënten dus die misschien getest worden, dat hebben wij niet. Dus bijna moet de persoon half dood zijn voordat er een test gedaan gaat worden. Dus die 5 kunnen echt wel veel meer zijn als we alle griepgevallen zouden gaan testen. Ja. Dat is dus de situatie momenteel. Er is dus veel op social media te lezen. Er wordt burgers proberen andere burgers erop te wijzen. Dat ze zaken serieus moeten nemen. Niet naïef moeten doen. Want je hebt altijd dus nog een paar mensen die vinden dat het overdreven wordt. Je hebt altijd een paar mensen die vinden dat het maar drama is. Zodat het natuurlijk voor hun huis is. Omdat ze denken dat het waarschijnlijk misschien een verf van een bedje is en dan nonchalant tegenover doen. We moeten eigenlijk alle hopen dus dat het in elk geval in Suriname goed gaat. Waarom? Omdat onze medische faciliteiten toch wel een beetje te wensen overlaten. Ik hoor dat de overheid die zegt dat ze 2000
bedden gereserveerd hebben in geval van nood. Ja, maar die 2000 bedden, die zullen geschikt moeten zijn voor zieke mensen. Mm-hmm. Niet voor potentiële suspects, want ze hebben dus dan niet ervoor gekozen en KKF. Maar wanneer je dus kijkt dus naar die bedden, die celbedden die ze op het oog hebben, en de afstand tussen de bedden, dan is het niet 2 meter. Dus ik kan me best voorstellen dat wanneer het zieke mensen betreft, die al ziek zijn, dat je ze dus dan op die 2000 bedden kan zetten. Maar geen mensen waar je een vermoeden hebt dat ze ziek zijn. Want anders kan 1 persoon al die andere 1999 besmetten. Ja, dat is duidelijk. Hoe vindt u dat de overheid hierop inspeelt op deze pandemie? Hè? Het is geen epidemie meer, het is grensoverschrijdend. Ja, dus ik ben niet helemaal tevreden over ze, omdat ik vind dus dat in februari er maatregelen moesten worden genomen. Een andere zaak is ook dus dat de president, vorige week vrijdag, is een kenbaar gemaakt dat er een geval is geïdentificeerd, bevestigd in Suriname. En de president was gewoon rustig in het binnenland. En pas woensdag heeft hij een verklaring afgestaan. Dus hij is al die tijd gewoon in het binnenland gebleven met zo'n campagne. Verkiezingscampagne waarmee hij bezig is. En ik denk dus dat voor wat de wereld betreft, hij de laatste president is geweest die gereageerd heeft nadat zaken bevestigd zijn in zijn land. Dus hij neemt het niet serieus. En ik heb publiekelijk ook een paar keren daarover mijn mening gegeven. Niet de vicepresident moet komen praten. De vicepresident is niet het staatshoofd. De president is het staatshoofd. Dus hij had zijn campagne moeten onderbreken om naar de stad te komen en van daaruit zaken te leiden. Maar de man is geen staatshoofd. Dat blijkt steeds weer. En dat is overigens een kwalijke zaak, want jouw uitstraling gaat ook ervoor zorgen hoe jouw team functioneert en hoe jouw burgers functioneren. Ik begrijp ook dat een van de ministers, waarschijnlijk moet het zijn, als ik social media mag geloven, zal het minister van Volksgezondheid zijn geweest, die teruggekomen is uit Cuba. Ja. Hij heeft geweigerd zich zijn temperatuur te laten controleren op Sanderij. En is dus weggegaan. En nu probeert men dat hij een thuis quarantaine is. Het is niet zo dat het virus, althans geen enkel ziekte, dus ze discrimineren niet. En ze kennen bijvoorbeeld geen politieke partij, geen bevolkingsgroep, geen kleur, geen rijken, geen armen. Mm-hmm. En dus recht voor één, recht voor allen. Als praat je ook nog minister bent van Volksgezondheid, dan moet je het goede voorbeeld geven. Dan moet je dus niet boos zijn als mensen jou zouden willen testen. Je moet het goede voorbeeld geven. Ja, ik las van de week een grappige post over jou, hoor. Jij hebt het niet gepost, maar iemand schreef van post: weet je hoe lang Ricky Stuttgart ons hier in het land leert om ons handen te wassen? Ja, dat klopt. Het is namelijk zo dus dat ik ben 3 oktober 2009 begonnen met Surinamers te leren, schoolkinderen te leren hun handen te wassen. En dat was toen een project, hygiëne en handhygiëne. Uh-huh. En de bedoeling was om 3000 mensen in de jonge kindsfactor te trainen hoe ze hun handen moeten wassen. Het is toen geëindigd in april 2011. Maar ik ben dus toen gewoon doorgegaan om schoolkinderen. Later ging ik ook dus naar lezingen en volwassenen werden ook getraind. Hoe ze hun handen moeten wassen. En het is nu bijna 11 jaar dat ik daarmee bezig ben. En ik denk dat ik meer dan 10.000 Surinamers heb geleerd hoe ze hun handen moeten wassen. Mm-hmm. En net als wat ze zeggen, is dat niet iedereen nam het serieus. Yeah. En
vonden niet dat ik mijn tijd aan het voldoen was. Dacht ik ook, ja, toen ik die post las, dacht van ja, nu adjes. Nou, in Suriname zeggen ze adjes, dring je dressie wacht, die ziek. Dus, ja. Maar zijn er sterfgevallen? Ja, ja. Zijn er gevallen van sterfte al in Suriname door corona? Het zou dus een mogelijkheid zijn, maar ik heb mijn vermoedens wel, maar deze overheid gaat het verzwijgen. Oh. Je gaat het alleen horen wanneer dus misschien families het op social media zullen zetten. Maar als je dus hebt dus dat een of ander insect, een bioloog, kan vertellen van het is just another flu. En een andere grappenmaker van een microbioloog van AZP, van Akraïm Ziekenhuis, die kon vertellen van dat corona, het is niet die corona die dodelijk of die gevaarlijke die in het buitenland is, maar het is een andere die niet gevaarlijk is, dat momenteel in Suriname is bevestigd. Dan zeg ik bijvoorbeeld van, laten ze de pot op. Want ze zijn bezig zand in het ogen van de Surinaamse burgers te gooien. En daarom geloof ik ook niet dat als ze doden zullen zijn, dat ze eerlijk gaan zijn om het ons te zeggen. Ik we gaan het moeten horen van familieleden die een geliefde hebben verloren. Aha, ik hoor ook van internationale organisaties. Ik hoor ook dat Cubaanse artsen die zijn nu al in Suriname gekomen. En die hebben ook medicijnen meegenomen tegen corona. Dat is het eerste land dan, denk ik, die een vaccin heeft gevonden voor het virus. Ik hoop niet dat we als proefkonijnen worden gebruikt, want alleen informatie van daaruit hebben we gehoord dat er een medicijn is. Maar internationaal, ik weet dus dat Nederland deskundigen hebben aangegeven dat het een jaar tot anderhalf jaar zal duren, ja, voordat het een medicijn gevonden is. En van Amerikaanse deskundigen die hebben aangegeven dat het zeker een jaar duurt. Maar laat maar dit zeggen, voor virussen zijn er geen medicijnen. Geen enkel virus. Geen Zika, geen chikungunya, geen dengue, geen ebola. Het is je weerstand die het probleem moet oplossen. Je weerstand moet dus het virus herkennen. En wanneer hij het dus herkent heeft, gaat hij antistoffen produceren, waardoor je beter wordt. Vaccinatie houdt eigenlijk in dat ze dus een deel van een virus of een bacterie of een dode bacterie of een virus gaan inspuiten zo om jouw weerstand de ruimte te geven om hem te herkennen. En je hebt bijvoorbeeld van bij baby's, ze worden ziek na die vaccinatie. En wanneer hun lichaam dan het virus heeft herkend, dan wordt dus die antistoffen geproduceerd. Het is nog steeds jouw weerstand die het moet doen. Wat die medicijnen die men maakt, is één om jouw weerstand een boost te geven, om je weerstand te versterken, mm-hmm, of om ervoor te zorgen dus dat die aandoeningen, die pijnen die je hebt, verzacht worden. Zo bijvoorbeeld, bij dit coronavirus heb je dus dat mensen beademingsproblemen krijgen, en dan worden ze dus bij een beademingsapparaat gezet om hun te helpen te kunnen ademhalen. Dus wanneer we horen van er is een medicijn ontwikkeld, dan is het eigenlijk een of ander vaccin die ervoor moet zorgen. Het is misschien een deel van het virus of een verzwakte virus, zodat dat wordt ingespoten en je lichaam moet het herkennen. Mm-hmm. Wat kunnen wij allemaal doen? Wat we allemaal moeten doen is onze weerstand alvast een boost te geven. En dat is dus vitamine C te gebruiken. Alle zuurvruchten hebben vitamine C. En vitamine B-complex, omdat je lichaam in een huishouding moet blijven functioneren. Je eiwithuishouding, je vettenhuishouding, je mineralenhuishouding, je vitaminehuishouding en je koolhydratenhuishouding. Wanneer bijvoorbeeld al deze dingen goed functioneren, dan functioneert je lichaam goed. Dan maakt het een tikke slag als je eventueel geïnfecteerd wordt, waardoor dus je genezen wordt, die antistoffen worden in voldoende mate geproduceerd. Dus wanneer we horen dus dat Cuba komt met een medicijn, dan zou ik graag wat wetenschappelijke informatie moeten krijgen van hoeveel Cubanen zijn allemaal genezen door hun medicijn. En ik hoor dus dat 50 artsen komen naar Suriname. Mm-hmm. Wanneer we kijken dus dat er maar 5 gevallen zijn bevestigd, dan vraag je je af waarom 50 Cubanen moeten komen. Dat is niet klopt, toch?
Want in relaties, er zijn veel meer, er zijn 10 maal meer Cubaanse artsen die naar Suriname komen dan bevestigde gevallen. Daar klopt iets niet toch. Wat zal achter zijn? Misschien zijn wij proefkonijnen. We mogen ons pooi doen. En ook even baby's in Europa. Nee, je lacht dan, maar ik heb mensen in Suriname gehoord die echt blij zijn dat Suriname en Cuba als eerste land of als eerste landen de het vaccin gevonden heeft voor corona. Ik vond het dan applaus waard. Of is het dan broodje Arva? Wat is hem eigenlijk? Ik denk bijvoorbeeld, laten we kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben namelijk de mening toegedaan, een paar zaken kloppen niet. Uh-huh. Die ene, een infectioloog, zoiets, infectioloog, die zegt, het is just another flu. Die andere, een microbioloog, zegt, dat virus, dat gevaarlijke is er niet. Maar je ziet dus wel dat er getraind wordt voor 2000 bedden. 50 Cubaanse artsen komen naar Suriname. En er zijn maar 5 gevestigde gevallen. Die verhouding klopt toch niet? Nee. Er wordt dus informatie onthouden. Men is niet helemaal eerlijk met die informatie die ze toespelen naar ons. Of misschien zijn er meer gevallen? Ik heb tijdens mijn studie, en dan praat ik dat wel duidelijk zijn, wat voedselvergiftiging betreft, heb ik geleerd, dus wanneer je dus een bepaald aantal hebt, geregistreerde gevallen, dan moet je het met 10 vermenigvuldigen om een idee te hebben van hoe groot het aantal geïnfecteerde mensen zijn die een infectie, een voedselvergiftiging hebben opgelopen. Dat heb ik geleerd. En in Suriname heb je dus nu een situatie waarbij dus 5 mensen zijn bevestigd, maar niet iedereen wordt gecontroleerd. Toch? Dus eigenlijk pas wanneer je half dood bent, de man kan beginnen, denk ik, grip, waar zal je gaan begraven, dan pas kan je worden getest. Mm-hmm. Kijk die meneer, die Nederlander, die dus in Suriname is geweest. Ik heb begrepen dat hij 2 keer naar AZ is gegaan. En hij is gewoon behandeld als een astmapatiënt. En toen hij dus naar hij is beneveld. En toen hij in Nederland aangekomen is, hebben we daar geconstateerd dat hij dus geïnfecteerd is met het coronavirus. Die test is niet hier gedaan. En diezelfde meneer, die is naar het Pago Festival, is hij daar geweest. Hij was in Torarica. Daarom heb je dat deel dus nu afgesloten. Mm. En hij is naar meerdere plaatsen geweest toen ter tijd. En hij heeft ook in het vliegtuig gezeten, toch? Ja, ja. Die man is hier dus geweest. Ik denk dat hij bijna 3 weken in Suriname was. En hij is op verschillende plekken, die man is toerist. En wanneer hij dus nu naar Suriname-Nederland aankomt en waarschijnlijk zich nog niet lekker voelt en zich laat controleren, blijkt hij corona te hebben gehad. Dus we moeten gewoon optellen, 14 dagen tot 27 dagen optellen, mm-hmm. om te kijken bijvoorbeeld als er nog meer gevallen zijn. Ja. Hebben jullie ook een lockdown daar? We hebben een lockdown daar. Ik hoop alleen dat het goed werkt. Hoe lang duurt het? Hoe lang gaat het duren? Tot ieder geval is het tot eind van de maand. En dan gaan ze kijken als het verlengd moet worden. Okay. Dus tot 31 maart. Dan, de scholen zijn gesloten. Mm-hmm. De scholen zijn 14 april gaan zijn. Dus weer eventueel open afhankelijk van de situatie. Nee. Ja, dat is zo'n beetje. En je hebt bijvoorbeeld dus dat, wat ik wel grappig vind, je hebt bijvoorbeeld dat Chinese winkels altijd open zijn. Ja. Dus de mannen zat feest te day. Maar ik vind wel dus dat die corona zo toch wel aardig heeft opgeschrikt. Want een heleboel Chinese winkels, vooral in mijn omgeving, zijn gesloten. Misschien zijn ze ziek. Terwijl zelfs Chinese nieuwjaar gingen ze een deel van de dag open. Maar nou, dat was rood. Waarom? Zijn ze bang of zijn ze ziek? Ja. Nee, ik denk dat ze dus voldoende informatie kregen van hun mensen in China. Ja. En daarom dus de nodige voorzichtigheid betrachten. Toch? Wat ik bijvoorbeeld zie is dat, kijk bijvoorbeeld een McDonald's, die je kan dus niet meer binnen zitten eten. Ja. Je moet kopen en wegwezen. En je moet
wegwezen. Ja. En bijvoorbeeld de meneer daar, die controleert dat niet te veel mensen naar binnen gaan. En die controleert dat die tafels daar zo niet en stoelen niet omgedraaid worden, dat iemand daar gaat zitten. Ik ben vandaag gaan tanken en ik zie dus dat ik toch niet meer bij die jongeman bij het popstation kan tanken. Ik moet bijvoorbeeld daar bij het kantoor, maar je staat buiten. En daar betaal je en je geeft je wees je bon. En dan tankt hij voor je. Dus waardoor dus, er één persoon is die het geld ontvangt, zich handen ontsmet. Ja, maar... En niet de stad erin. Dus dat soort acties zie ik. Ik zie bijvoorbeeld wel bepaalde Chinese winkels waarbij dus bij de deur kan je kopen. Ze hebben een plastic daar en je hand gaat door een gaatje. Waar je dus geld geeft en je spullen krijgt, maar je kan niet meer naar binnen. Je weet toch, is dat toch voor die winkel, die Hunnistanse winkels van 30 jaar geleden. Ja. En je bestelt en de winkel die gaat het spul voor je halen en ja, dan ja, krijg je... Ja. Ja, dus dat zijn we eigenlijk weer terug naar die straat. Joy wel, vind ik wel grappig, want daar zag ik dus dat er zijn bijvoorbeeld zo'n 3, 4, 5... personen die het geld ontvangen, maar om hun heen is helemaal plastic en dus zij zijn beschermd en je gaat de winkel in, je komt met je spullen en je betaalt, maar zij zijn helemaal omringd met plastic. Mooi. Zodat je hun niet infecteert. Ja. Maar dus, ik onderbreek je. Ik vergelijk het met andere landen. Dan ik sta heel ver hoor, maar het lijkt alsof Suriname het heel goed en serieus en professioneel aanpakt. Voor mij hebben jullie iedere dag om 4 uur een persconferentie. Hier nergens aan zie ik dat. Ja, maar ze moeten ook eerlijke informatie geven. Oh, wat zeggen ze? Wat zeggen ze op zo'n persconferentie? Behalve, doe het, go naar tequila party, Yoshi's opstaan. Nee. Ja, nee, ze geven aan hoeveel mensen eventueel besmet zijn. Oké. Ze geven aan dus wat ze gaan met doen met de mensen die dus naar Nederland te moeten vertrekken. Of dan de ingezeten niet terug moeten komen. Ze geven een beetje de stand van zaken. Maar de indruk wordt gewekt, want dat las ik dan weer op social media, alsof de pers interesse verliest. Maar waarschijnlijk zijn die op sensatie uit. Ja. Nee, ik kijk naar andere landen om me heen en ik zie nergens zoveel persconferentie om... ik bedoel, iedere keer als premier Rutte hier gaat praten, dan houden we hard vast. Omdat wij weten van er zullen nieuwe maatregelen komen of er zal iets gezegd worden. Maar ik weet niet waarom iedere dag een persconferentie moet zijn bij jullie, in Suriname. Ja, waarschijnlijk omdat er een beetje druk uitgeoefend wordt. Of werd dat de Surinaamse overheid te weinig heeft gedaan. Mm-hmm. En steeds te laat is begonnen om maatregelen te treffen. Oké. Okay. En... ik denk dus dat een heleboel onzekerheid ook bij hun is, hè? Ja, nee, ik hoorde ook iets van mensen zijn gebracht naar AZ Stadion, toch? Flora Stadion, toch? Een soort quarantaine. En naar zorghotel. En ja. Die omstandigheden waarin de mensen moesten blijven, die waren alles behalve goed. Hoe lang zouden de mensen daar moeten blijven eigenlijk? Dus ik denk dat ze 14 dagen daar zouden moeten blijven. Zonder toiletpapier, zonder zeep. Ja, dus wat er eigenlijk gebeurd is dat er werd druk uitgeoefend vanuit het buitenland. Dus door de Surinamers die in het buitenland waren. Mm-hmm. Dat ze terug naar huis willen komen. Dus die druk was waarschijnlijk op een bepaald moment groot voor de overheid. En zij waren dus niet klaar. En ik denk bijvoorbeeld, ik luisterde of ik las van kolonel Danielle Vieira, uh-huh. Van wie ze nu die grap maken, dat ze aangaf dat zaken al ready waren. Maar ik denk dat het ook waarschijnlijk onderling die communicatie te wensen overlaat. Want niet alles was ready, dus waarschijnlijk toen licht gegeven was dat die mensen kunnen komen. En die mensen niet eenmaal hier waren. Toen bleek waar het allemaal mis was. Maar dat is Surinaams hoor. Ja. Dus dat we vaak genoeg niet ready zijn. Uh-huh. En altijd dingen veel te laat aanpakken. Ja, maar zijn jullie van bewust dat jullie met dit soort krakkemikken aanpakt, juist voor besmetting en verspreiding zorg van dit soort ziektes?
Ik ben er wel van bewust. Maar die overheid, want het is niet, de eerste, het, is niet het eerste debakel, hè? Ook in het Marwina ziekenhuis werden mensen zogenaamd in quarantaine gehouden. In een kleine ruimte, ja. te dicht bij elkaar. En ja. Dat was ook een fiasco. Ja. Waarschijnlijk omdat misschien het nog onvoldoende tot hun doordring dat het een serieuze zaak is. Weet je wanneer het gaat doordringen? Ik weet eventjes af. Toen die chikungunya er was, ja. Toen was dat ook zo'n lakse houding. Maar toen werden een paar parlementariërs ziek. En toen zijn zaken veel sneller gegaan. Dus ik ga niet zeggen wat er nu moet gebeuren, dat zaken veel sneller en effectiever zijn. Want daar heb ik de bouwstrotomie. Nee, dus pas als ze hoogwaardigheidsbekleders ziek worden, neem men het serieus. Ja, dan zie je dus. Ja, dan gaan ze het wel een beetje serieuzer nemen. Terwijl ik met jou praat... Terwijl ik met jou praat, stuur iemand hier Kwasi Bita verhoogde immuniteit. Ja, dat is wat men beweert. Het is toevallig zo dus dat ik een radioprogramma heb op Radio Goat. Mm-hmm. En dat heb ik elke zondag van 5 tot 6:30. En een natuurgenezer, Moreno... Die heb ik uitgenodigd om vandaag te komen vertellen over Kwasi Bita. We zijn ook online te horen. Dus ik ken het niet zo uit de hoofd, maar als je zoekt naar Radio Gold Suriname. Radio Gold? Ja, we gaan ja Radio Gold. Oké, okay, goud dus. FM is 101.3. Is dat in de buurt van Apinti, Continustraat of zo? No, het is aan de Brambistraat. Ja, oké. Okay. Over de Diakonale Ziekenhuis. Ja, achterkant van Apinti toch? Bij Ernst? Ja, dat is Abi. Ja. Morfologie. Dan gaan we dus luisteren wat hij allemaal te vertellen heeft. Maar let wel, ik ben wetenschapper. Amano kan tegen mij dat je pot kies op blad en dat je pot kies op water. Want ik ga willen weten op mijn water en op mijn blad. Ja, bedoelt. Ja. Want dat is mijn probleem vaak met die natuurgeneesheren. Ja. Het is allemaal een beetje onduidelijk. Oké. Okay. Maar feit is, er zijn 5 gevallen van corona geconstateerd in Suriname. Dat vind ik heel weinig en hoopgevend. Nee. Ik hoop dat het 5 is. Dat zijn de 5 bevestigde gevallen. Ja, we kunnen ook niet werken met onbevestigde gevallen. Nee, maar daarom moeten we nog voorzichtig zijn, want we moeten niet gewoon aannemen, want als ik ga maar iets zeggen, niet zijn iets zomaar, hè. We horen dus, ja, die 5 gevallen zijn in Nigeria en dan maak ik me niet meer druk omdat ik in Paramaribo ben. Uh-huh. Toch? Nee, je moet je druk maken. Er zijn geregistreerde gevallen. Toch? Ja. Het kan altijd hoger zijn. Mijn buurman, mijn buurvrouw, die kan geïnfecteerd zijn. En daarom moeten we de nodige precautie nemen. We moeten niet aannemen dat het maar 5 zijn. Dat zijn de geregistreerde gevallen. Laten we het feit dat het in Suriname aangekomen is, is een feit dat we voorzichtig moeten zijn. En we moeten die voorzorgsmaatregelen daadwerkelijk in acht nemen. Dat is mijn feeling. Oké, en tot besluit. En dat van de Cubaanse artsen met medicijn tegen corona, dat is een broodje afverhaal. Ja, want een vriendin van me, een goede kennis van me, er zijn al Cubanen in Suriname, ze is door een bij gestoken. En ze maakte dus die opmerking, is naar de dokter gegaan, het was een Cubaanse. En die zegt tegen haar wel, het is een allergie. En die heeft niet eens gekeken dus naar waar gestoken is. Ja, en ze heeft hem maar tabletten gegeven. En ze was dus heel geïrriteerd erover, omdat ze vindt dat de dokter haar niet onderzocht heeft. Maar, dus we zullen zien wat het wordt. Oké, meneer Stugard, tot de sluit. Nee, 5 minuten hier. Alanga. Ja, Inge Broeder. Hoe lang ga Inge Broeder doen? Maar anyway, was je dan ook naar die tequila party? Ik ben niet geweest, hè? Nee, het is niet georganiseerd. Toch? Oh, iedereen, doe het. Ik ga niet naar een in deze hoofdstuk of crisisperiodes om te gaan. Nee, het was als grap bedoeld, hoor. Ja. Ik dank je voor jouw toelichting, wetenschapper en voedsel- en warenautoriteit in Suriname, Ricky Soetkaart. Dank je. Doei. Stand Vaste Radio. Voor u,
voor jou, voor ons allemaal. Come on! Radio.